In de tweede klasse maakte Antwerp de verste reis die je vanuit Antwerpen in eigen land kan maken, naar Virton. Maar die reis is niet voor niets geweest. Davidovic startte met dezelfde elf die vorig weekend Brussels met 5-1 afdroogde. Enige wijziging, Koulibaly nam vooraan de plaats in van Darko Pivaljevic. Pivaljevic is enkele weken oud met een hersenvliesontsteking. Diep in het zuiden van de Ardennen ligt Virton. Die naam is afgeleid van Vertunum, de Keltische benaming voor goed verdedigde heuvel. En met die traditie wilden de Luxemburgers ook gisteren niet breken. De eerste dreiging komt ook van de thuisploeg via Abdou Samp. Die kapt zich voorbij Van Hemert, maar zijn schot zoeft over. Even later vrije trap Virton, Haro van dichtbij met de kop. Ristovic staat op de juiste plaats. Na 15 minuten komt Barsin van Antwerpen in botsing met Dupuis. De Fransman blijft roerloos liggen. De beelden doen denken aan die van Bailly en Akpala. Barsin, vorige week voor het eerst in de basis, komt er gelukkig vanaf met een lichte hersenschudding. Op de grasmat valt er voor de rest heel erg weinig te beleven. Frenkel probeert een handje toe te steken, maar de trap van Ngasseu mist kracht. Op het halfuur eindelijk een goede aanval. Lamonaka, gisteren beste man op het veld, legt de bal voor zijn linker. Zijn schot mist de goal op een haar na. Net voor de rust dan toch eens Antwerp. Setti ziet zijn spitsen buiten spel lopen en doet dan iets ongelooflijks. Prachtig doelpunt van de Argentijn die zijn ploeg tegen de gang van het spel in op een 0-1 voorsprong brengt. Het tweede doelpunt van het seizoen voor Setti is een pareltje. Is een casualidad. Creo que se presentó la oportunidad. Vi al arquero un poco adelantado y le pegué. A veces entra y bueno. Por suerte se dio para el bien del equipo y para lograr tres puntos importantes, lógico. In de tweede helft is het heel lang wachten op een kans. Het is Virton dat het eerst in de box geraakt, maar het schot van Ngasseu breekt op de schenen van Frenkel. In Virton vriest het intussen tientallen graden onder nul en dat is zelfs voor Ristovic erg koud. Diep in de tweede helft komt Antwerpen nog eens uit. De ingevallen vervaken tot bij Koulibaly. Die ziet Jelicic helemaal vrij staan. Het staat 0-2 voor Antwerp. Jelicic behoudt zijn vorm van vorige week en stelt de drie punten helemaal veilig. Kort vooraf fluit er nog een uitbraak van Virton, maar Ristovic in twee keer houdt de Antwerpse netten schoon. Het was not a good game, not good playing, but okay, we came to take three points and we do that and that we are satisfied. Antwerp wint na een zwakke wedstrijd met 0-2 van Virton en doet dus wat het moet doen. Antwerp klimt op in het klassement en staat nu zevende op 8 punten van leider Tiene. Voor ons is voornaamst dat we hebben gewonnen, dat we hebben heel goede wedstrijd gespeeld. Setti, magnifiek goal, prachtig. En dan mentaliteit, vind ik, van de spelers. Discipline, iedereen hard gevochten. Dat doet mij de grootste plezier. Hè. Het is ver rijden, hè, naar Virton, 250 kilometer. Nu, wij gaan toch wel plezier, die 200 kilometer rijden. Als je wint, het is altijd een heel mooi gevoel.